iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ga jullie even zo vasthouden. Dit mooie engel. Ik moet de deuren open en toe doen. Het is 10 uur en ik ga naar kantoor. Ik ben zeer blij dat het nog maar 10 uur is. Want ik heb fel last van mijn jetlag. Daar gaan we weer de schoenen naartoe. Hallo. En eerlijk gezegd wou ik heel graag... Oké, de schoenen zijn er niet. Eerlijk gezegd wou ik heel graag blijven liggen. Deze morgen op mijn wekker ging en ik dacht echt... Fuck. Nee, ik voel me zo slecht en moe. Maar ik dacht, kom aan. Nee, doe het. Dat is de beste manier om over de jetlag te geraken. Gewoon opstaan en doen. Dus ik ben maar opgestaan en ik ben vertrokken. Ik ben nog niet vertrokken, maar ik ga trekken. Terug in het kantoor. Weliswaar zonder Celine. Dat is wel raar. Maar ja, het zal wel nog 2 weken zijn. Sorry, ik ben trouwens aan het snoepen. Er liggen frutella's. Ik ben terug thuis. Ik heb heel de dag op kantoor gewerkt. Ik ga me zo dadelijk klaarmaken om te gaan eten voor Sam zijn mama, haar verjaardag. Maar ik heb ook allemaal pakjes gekregen, dus die ga ik eerst open doen voor jullie. Als eerste heb ik een pakje van Ibiza Ice. We hebben sparkling wine. Deze met lychee, lime en lemon. En dan een met pomegranate of zoiets. Ja, dingen hè. Noemt dat? Granaatappel. Deze. Ik ga niet wachten om die te drinken. Dan hebben we een doosje van... Geen flauw idee. Van Tom Olsen. Ik ga het open doen. Wauw, kijk hoe mooi. Kijk, mooie doosjes zeg. Dan doe ik dat nu open. Hier. Wauw. Oh, kijk hoe leuk. Super tof. Hier zijn allemaal zo bedeltjes. Ik weet niet of jullie het zien als het wil focussen. Hier zijn... Oh, het gaat de hele tijd uit focus. Kom aan. Zo bedeltjes aan de klok. Super tof. En dan zitten er ook nog andere bedeltjes bij. Yay! Oh, en hier zijn ook nog bedeltjes. Wauw, kijk. Hier zijn nog 2 beeldjes en er steekt een maantje, een katje, een hartje en een katjespootje in. Oh, dat is echt super mooi. Wauw. Next is deze koptelefoon van Sony, de WH-1000XM2 wireless koptelefoon. Maar die heeft Celine al uitgepakt voor mij, dus dat is deze. Dan heb ik van Roger en Galette deze super toffe plant gekregen. Met een parfum in. Woehoe. En dan als laatste heb ik nog een pakje van Shein aangekregen. Dit had ik nog besteld voor mijn vakantie. Maar ik heb hem maar 5 dagen ervoor gedaan en dat was niet aangekomen. Wat ik wel had gedacht, want die shippen toch meestal een week. Ik heb al deze bikini nog besteld. Kei mooi. Maar ik ga eind juni naar Ibiza. Dus dan kan ik dat allemaal wel meenemen. En begin juli ga ik weer naar Amerika. Dus dan ga ik dat allemaal meenemen. Dan heb ik dit besteld bij Shein. Dit shortje met bolletjes, super cute. En dit blouseje erbij.
ook heel cute. Dat is weer zo'n matching stuk. Die two-piece dingen bestel ik trouwens ook in een medium. Omdat ik, ja, dat is een Chinese website en ik vind dat de maten wel ietsje kleiner vallen. Dus ik pak liever altijd een medium. Dan heb ik dit topje er zo uit. Met dit broekje. Ook super tof. Dan heb ik nog een bikini. Dit is het broekje. Echt mooi. En het topje. Ziet er zo uit. Nog een bikini. Een groene. Oeh, nee, die is precies wel klein. Ja, die gaat me niet passen, gok ik. Dit is ook een medium, maar ik gok. Misschien net. Ik ga proberen. Oei, en dit is een broek. Ja. Deze is wel heel naakt, denk ik. Ik weet het niet. Ik ga het proberen. Maar niet meer vandaag. Dan ga ik in de week wel eens passen of zo. Dan heb ik nog dit blouseje besteld. Dat is zo'n halter top. Wat je hier kunt binden. In het rood. En dan als laatste heb ik nog deze playsuit. Super mooi. Met streepjes. Vind ik echt mooi. Woehoe. Oké, dat is alles wat nog was aangekomen. En wat ik nog had besteld van SHEINside. SHEIN noemt dat nu. Vroeger noemde dat SHEINside. Weet ik. Voordat ik me ga klaarmaken, ben ik de lightning strips van Crest. Deze van Crest. De 3D white aan het proberen. Het is heel raar. Je moet dat gewoon aan die tanden plakken. En omplooien. Dus dat is heel gek. Maar dat is wel aangenaam. Dus ik ben heel benieuwd als het gaat werken. Zo zien mijn tanden er nu uit. Mijn tanden zijn wel redelijk wit. Mijn onder iets minder. En zou eens kijken hoe ze eruit zien na dit. Het is raar en ik heb mijn tanden gepoetst. Ik zie nog niet zoveel verschil. Misschien omdat mijn tanden al redelijk wit zijn. Of ook omdat het de eerste keer is dat ik het gebruik. Ik weet het niet. Maar zo zien ze er nu uit. Ik denk wel niet dat dat hier in België verkrijgbaar is. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb gewoon Amerikaanse YouTubers dat zien gebruiken. En ik zag dat nu in de winkel staan. Dus ik dacht, ik ga dat kopen. Dus het kostte wel redelijk veel. Ik denk in de 40 euro of zo. Maar ja, als het werkt, dan is dat goed. Oké, wij zijn klaar om uit te gaan eten. Dit is mijn outfit. Broek is van Totally Too. Schoenen zijn van Totally Too. Mijn topje is van Topshop. En mijn jas is van, geen flauw idee, Lovies of zo, denk ik ooit. Wij zijn terug thuis. Hallo. Hallo, allemaal. Ik ben samen naar de kapper geweest. Ja. Het is wel een beetje zo terecht gedaan. Ja, voor, is echt. Een beetje heel raar. Ik zeg gestyled, ja. Maar oké. Okay. Die was super blij. Die heeft echt zo met zijn haarlaks zo. Psh, psh, dan was hij zo. Zo aan het trekken en dan zei, wait. Foto. Echt? Ik heb foto's gemaakt en op zijn Instagram gezet. Echt? Ja, echt waar. Hoe grappig. Oké, leuk. Dat is wel trots. Ja? Op zijn werkske, denk ik, ja.
Maar het is niet echt mijn stijl. Ja, dat is wel mooi, want het is zo te gelakt. Het gaat zo gelakt en zo in het midden en achter. Zo, ik heb iets meer. En het is zo te chic, precies. Ja, zo te netjes. Ja. Maar ja, oké. Okay. Wel blij dat hij er blij mee was. Hè. Ja, ik ook. Ik heb goed gegeten. Ik ook. het was wel oké, okay, mijn. Ja, aan mij was wel echt lekker. Alleen was ik heel snel vol. Nu gaan we nog een aflevering van Gent West kijken. En dan gaan we slapen, want morgen is een drukke dag. Ja. Morgen moeten wij heel vroeg op. En ik wil niet. Maar doe het voor deze snel hier. Oh, voor mij speciaal. Ja. You're the best. I ever had. Voor Benneke. Dus wij gaan hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Doe zeker. Thumbs up. En wij zien jullie morgen. Oei.